Mats Deil, uiteindelijk nog ontluisterende nederlaag. Ja, wat doet dat met Mats Deil? Veel te veel doelpunten tegen. Als je ziet, de eerste helft spelen we gewoon erg matig. Krijgen niet goed druk erop, geven hun te veel ruimte om te voetballen. Geeft natuurlijk de 1-0 veel te makkelijk weg, waardoor zij lekker in het zadel komen te zitten. Daar doe je daarna niks meer aan. Na 2-0 corner mag ook niet gebeuren. Ik denk dat we daar veel aandacht aan hebben besteed. Maar ja, alsnog vliegt hij zo binnen. Dat is ook niet lekker. Nou, in de rust vertel je elkaar de waarheid en trainer wisselt 3 keer. Ik denk dat je goed uit de startblokken komt. Wat beter, meer energie. En als je dan vrij rap toch wel de 3-0 tegenkrijgt, zie je dat de kop eens een beetje gaat hangen. Maar ja, ik moet zeggen, we proberen toch wel de energie hoog te houden. En, al met al vond ik de tweede helft wat beter dan de eerste qua energie. Maar als je er dan toch nog 3 tegen krijgt, is het natuurlijk veel te veel. Dus al met al gewoon een hele pijnlijke ruime nederlaag. De eerste helft, is dan die vroege fout en die vroege goal dan desastreus? Blijf je daar dan lang in hangen? Ja, voor mijn gevoel niet. Maar het is meer, je helpt hun heel erg in het zadel. En, het is natuurlijk niet lekker om zo 1-0 achter te staan, zo snel hier bij AZ, wat gewoon een goede ploeg is. Dan wil je lang in de wedstrijd blijven, wil je hun nerveus maken. Die hebben donderdag een wedstrijd gespeeld. Dus je hoopt het dan lang vol te houden en wellicht aan het einde toe te slaan. Maar ja, het leek alsof wij donderdag een wedstrijd hebben gespeeld. Zeker de eerste helft, dat was veel te weinig. Het was te weinig? Ja. Dus pijnlijke constatering? Pijnlijke constatering, maar wel de waarheid, denk ik. Het is... was vandaag gewoon echt niet goed genoeg. 5 goals, misschien heb je aan 4 zelf wel schuld, hè? Bijna wel, denk ik. Onnodige goals. Ik denk dat we proberen de laatste lijn hoog te houden. Ja. Maar als er dan geen druk op de bal is, ja, dan moeten we wel op het juiste moment naar achter stappen, denk ik, om de ruimte eruit te halen. Ik denk dat we af en toe een beetje te geforceerd te hoog bleven staan, waardoor hun ook veel ruimte gaven om in te lopen. Maar, Filip maakt een goede goal en dan hoop je 3-1 nog wat. Er zat ook een 3-2 zelfs in. Nog wat te forceren. Er zat een 3-2 in de kopbal van Gerrit. Die valt er niet, maar dan moet het 3-1 blijven. Dan mag het nooit 5-1 worden. Dat is gewoon veel te veel. De lastige start van het seizoen. Overigens, ik zie aan je hoofd. Mag ik dat laten zien op de camera? Je hebt een aardige bult opgelopen. Ja, dat zo? Ja, gebeurde in de 16 met Pavlidis toen ik het schot blokte. Ja, ja. Toen, ja, weet ik niet. Hij kwam op mijn hoofd ergens. Ik weet niet precies hoe het gebeurde, maar ik belandde op de grond en hij belandde ergens op mijn hoofd. Maar okay. Het geen pijn. Niet duizelig geworden. Oké. Het ziet er erger uit. Met de penalty heb je nou even flink geprotesteerd. Ik vond hem ook wel heel makkelijk. Ja, weet je, ik loop schuin achter hem. Ja. En ja, hij loopt voor mij en hij met zijn passen ga je naar achter met je voet. Dus tik hij mij aan, of ik tik hem aan, het is maar net hoe je het wil zien als gij zegt. Want ik deed niks geks, ik liep gewoon achter hem. En hij valt, ik dacht eerst, nou ze zien het goed, gaan door. En de VAR greep helaas in. Hoe hard komt hij daar 5-1, hoe was het in de kleedkamer? De sfeer is natuurlijk slecht, maar dat moet ook wel als je 5-1 verliest. Dit is niet hoe we het voor ons zagen, de start. Ik denk dat we met vertrouwen deze eerste wedstrijd ingingen, maar het is goed om weer... met beide beentjes op de grond te staan. We moeten gewoon weer gas geven met z'n allen. En het komt niet zomaar vanzelf aanwaaien. Het is goed dat nu weer duidelijk is. Dus we moeten gewoon hard blijven werken met z'n allen. En op naar volgende week. Volle horst? Ja, zeker. Daar kijkt iedereen naar uit, denk ik. Dat hebben we in de voorbereiding helaas nog niet meegemaakt. Ja. Dus dat wordt leuk.